Onze droom is de duurzame optie een standaard optie te maken. Groene energie is één klikje op een website. Zo makkelijk moet het ook zijn om je boodschappen zonder verpakkingen te doen. Ik ben Joeri Schoenmaker, een van de oprichters van Pieter Pot. En wij zijn de eerste verpakkingsvrije online supermarkt van Nederland. Dus bij ons bestel je je boodschappen, die bezorgen wij in glazen wekpotten. En bij je volgende bestelling nemen we je potten weer mee terug. En gebruiken wij opnieuw. En zo is het een circulair en eigenlijk verpakkingsvrij verpakkingssysteem. We staan nu in de warenhuis van Pieter Pot. Dus hier komen alle bulkgoederen binnen. In grote 20 kilo zakken van papier. Vaak, soms ook nog biologisch afbreekbaar plastic. En hier worden dus de potten gevuld. En die gaan vervolgens zo naar de klant. We hebben zelf een Pieter Pot bakfiets. Daarop bezorgen we in het weekend en in de avonden. En straks als we landelijk gaan leveren, dan gaan we wel met bestaande bezorgdiensten werken om dus heel Nederland te kunnen bedienen. Voordat we die keuze hebben gemaakt om landelijk te leveren met andere bezorgdiensten, hebben we berekeningen laten doen. En daar blijkt zelfs als je in the middle of nowhere woont, krijgt bezorgd door een niet-elektrisch busje van PostNL, is je CO2-voetafdruk lager dan dat je boodschappen zouden doen bij een winkel om de hoek. Zelfs al zouden die allemaal in gerecycled karton zitten. Dus wat blijkt dat die energie die het kost om te recyclen is zo dermate groot en hoger dan dat busje dat wel voor meer mensen op een route rondrijdt. Op dit moment bedienen we de klanten die inderdaad heel duurzaam bewust zijn. Die ook een klein beetje extra moeite soms doen. Maar ons doel is echt de gemiddelde consument die enigszins klimaatbewust is te bedienen. Die ook dus nu groene energie heeft. Eigenlijk alle de gemakkelijke stapjes maakt die ook aantrekkelijk zijn om duurzamer te leven.